10 jaar na de introductie van de OV-chipkaart komt het nog steeds voor dat reizigers vergeten uit te checken bij zogenaamde open betaalgrenzen. In plaats van poorten zijn deze betaalgrenzen voorzien van palen. Reizigers missen de palen, bijvoorbeeld omdat ze niet altijd zichtbaar zijn. Ze staan om een hoekje of tussen ander stationsmeubilair of staan niet op de juiste plek. Uit een veldtest op station Veenendaal de Klomp is gebleken dat reizigers minder vergeten uit te checken als de open betaalgrens opvallender en herkenbaarder wordt gemaakt. De proefopstelling is opgebouwd uit verlichte kaartlezers in de palen, borden boven de palen die de locatie markeren waardoor de betaalgrens duidelijk zichtbaar is van een afstand, maar ook een geprojecteerde lichtlijn die de palen visueel verbindt en zo een grens weergeeft. Op station Veenendaal de Klomp daalde het aantal ingediende claims zelfs met een derde na het plaatsen van de opstelling. Maar op station Den Bosch was er geen effect waarneembaar. Het verschil zit mogelijk in het feit dat station Den Bosch een visueel drukker station is, waardoor de betaalgrens daar minder opvalt. Tijdens de proef zijn om praktische redenen geen veranderingen aangebracht in de stationsomgeving en is een afgeslankte versie van het gewenste ontwerp geplaatst. Maar de aanpassingen zouden nog meer effect kunnen hebben wanneer bijvoorbeeld de omgeving van de betaalgrens vrijgemaakt wordt van andere stationsmeubilair. Dit verhoogt namelijk het contrast met de omgeving, waardoor reizigers hun aandacht helemaal op de OV-chipkaart kunnen richten. Maar ook als de doorgangsbreedte tussen de palen beperkt wordt. Zo kunnen reizigers niet een betaalgrens passeren zonder deze op te merken. En ook als de betaalgrens van een ruime afstand zichtbaar is. Zo hebben reizigers veel tijd om de grens waar te nemen en om hun kaart te pakken. Daarnaast zou de samenhang in de aanwezigheid van de betaalgrens kunnen worden vergroot door het frontaal oppervlak te vergroten en een opvallende vloermarkering aan te brengen die ook overdag zichtbaar is. Een opvallender en herkenbaarder betaalgrens draagt niet alleen bij aan het vergroten van het aantal geslaagde uitchecks, maar vermindert ook de mentale last voor reizigers. Als je erop kunt vertrouwen dat je straks niet vergeet om uit te checken omdat die nieuwe betaalgrens helemaal duidelijk is, ga je weer onbezorgd op reis.